Ruud van Nistelrooy is een van de beste en rijkste voetballers van de wereld. Hij was de held van Manchester United en tegenwoordig speelt hij bij het Spaanse Real Madrid. Maar zijn roots liggen natuurlijk in Nederland. Hij begon bij FC Den Bosch en ging daarna voetballen bij sportclub Heerenveen. Foppe de Haan is op dat moment trainer van de Friese club. Hans Kraaij gaat de piepjonge Ruud van Nistelrooy interviewen over zijn coach. Niets aan de hand, zou je denken. Maar de slinkse Hans heeft hele andere plannen met het interview. Hoe gaat hij om met de secretaresse, met de telefonisten, met de koffiejuffrouw? Ja, hij gaat met iedereen eigenlijk hetzelfde, omdat zijn kracht een beetje. Kijk, met de bestuursleden kan hij op een normale manier omgaan, maar ook met de koffiejuffrouw of met de terreinknecht of met de mensen die het stadion schoonmaken. Hij is voor iedereen gewoon Foppe de Haan en dat is een grote kracht, denk ik. Vandaag is duidelijk geworden dat Bill Clinton inderdaad seks heeft gehad met 14 dienstmeisjes in het Witte Huis. Wat vind je daarvan? Ja, dat weet ik niet. Vind ik moeilijk te zeggen. Maar ja, als je in zijn positie zo tekeer gaat en gewoon met andere vrouwen aan de haal gaat, dan kan ik daar geen begrip voor opbrengen. We zitten hier bij de montage, Pieter en ik. En we gaan het interview met Ruud van Nistelrooy helemaal aan gort knippen. Dus, net hebben we de vraag gesteld. Ruud, hoe gaat Foppe de Haan om met kantinejuffrouws, met secretaresses? Nou, ik heb ook nog een vraag aan hem gesteld van: wat vind jij van de seksuele uitspattingen van Bill Clinton in het Witte Huis? Nou, dat antwoord zetten we achter de vraag. Foppe de Haan, kantinejuffrouw. Kijk maar. Hoe gaat hij om met de secretaresse, met de telefonisten, met de koffiejuffrouw? Ik denk dat iemand in zijn positie die zich met zoveel, aan zoveel dames heeft gegrepen. Maar ja, als je in zijn positie zo tekeer gaat en gewoon met andere vrouwen aan de haal gaat, dan kan ik daar geen begrip voor opbrengen. Op naar de trainer. Foppe de Haan moet het interview van zijn pupil namelijk goedkeuren. Ja, de band is klaar. Dan maar in. Ik ben benieuwd. Ruud, Foppe de Haan heeft het meeste te maken met spelers, maar hoe gaat hij om met de secretaresse, met de telefonisten, met de koffiejuffrouw? Ik denk dat iemand in zijn positie die zich met zoveel aan zoveel dames heeft gegrepen. En ja, het is gewoon een onbegrijpelijk gemaakt. Ruud, dit stadion, het Abel Lentstra stadion van Heerenveen? Ja, dat vind ik helemaal niks. Dat veld ook, dat is echt dramatisch. Als je daar koeien op loslaat, dan moet je ze gewoon intapen, want anders dan zak ik gewoon door de hoeven heen. Maar ja, Foppe de Haan. Die man zit stijf van spanning. Als ik hem aankijk, denk ik dat hij onderhand wat gesnoven heeft. Want ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is langs gedaan. En gestolen? Ja, het lijkt een beetje of dat hij helemaal nergens kwijt is. Een mooie kerel jij. Dus ik ben hartstikke een pissig man. Ja, domme, je doet geweldig je best om mensen groot te maken. Wat je precies weet ik niet, maar het is leider. Ik vind het helemaal nergens blijken. En volgens het bandje ga ik met de secretaresse op bed en ik weet niet allemaal wat voor haar dingen ik uitspreek. Het is belachelijk, man. Godverdomme. En je weet niet meer wat je zelf doet of zo. Het zo erg was. Want je weet, die Kraaij, dat is ook een oelewapper van ergens, hoor. Je doet altijd wel heel lief en aardig, maar als je de kans krijgt, dan naait hij je erin, hè. Zullen we eens even naar kijken? En dan even kijken hoe het werkt. Iedereen zegt, Foppe de Haan is heel goed. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij met iedere speler op een bepaalde manier omgaat en dat hij weet wat de speler nodig heeft van een trainer om goed te kunnen presteren op het veld. En ook de trainingen die hij geeft zijn allemaal op voetbal gericht, dus je wordt een betere voetballer bij hem. En hij is een aardige man, hè? Ja, ook dat, ja. Ja, als het aan mij ligt, kan hij nog heel erg lang mee en ik hoop ook dat het is voor Heerenveen. Ja, zou hij dit meekrijgen, denk jij? Ik denk het wel. Foppe! Foppie, mijn jong! Foppe is gefopt. Maar gelukkig kan hij er zelf smakelijk om lachen. Klaas en Ruud. Vriendje.